Jongens en meisjes, appels en peren, jongens, dames en heren, jongens en meisjes, appels en peren, tof dat we zijn met deze nieuwe video. Vandaag. Ja, maar wat gaan we nou doen? Ik moet sowieso nog terugkomen naar deze. Ik ga eerst even zorgen dat die beacon wat ik heb geplakt op. Heel staat. Nachtje. Ik heb net opnieuw gespeeld. Ik heb de tweede keer dat ik deze video opneem. Ik heb net gespeeld en toen had ik het probleem dat ik was aan het varen naar een shipwreck waar de Death Module MKH1 ligt. Van dit ding. Van de Cyclops. En toen ik eraan kwam, ja. Allee, ik was er zelfs nog niet. Ja. Wat er gebeurde is eigenlijk. Er waren Reapers en die hebben me gewoon weg. Naar de knoppen gedaan en mijn Cyclops was ontploft, laten we het zo houden. Die dingen hebben we nog altijd nodig. Diep schoenen. We moeten doen eens kijken of ik er uit in kan. Nu, ik moet ook nog. Ik moet Lifepod 2 zoeken voor. En ja, Dunes, Wreck, Lifepod 2 enzovoort. Op verschillende dingen waar je hem kunt vinden. En ik was in de Dunes Wreck naartoe gaan. Maar dat kon ik niet aan. Dus nu gaan we zoeken. Achter de Lifepod 2, ik weet zo ongeveer wat dat is en dat is zo boven Dunes. Dus ja, we moeten weer daardoor. Een nachtmerrie is voor mij en voor mijn Cyclops. En natuurlijk niet te vergeten voor onze Prawnsun, die zit er ook nog in. Hè. Die kunnen overal. Ik kan hier nog uit. Shit joh, daar ga ik een bot. Niet onze belangrijke loot op mij dus. Jezus, mijn auto dicht. Allee, ik ben het niet, ik word het. Ja, die deep shroom shit. Even dumpen. Is er nog iets wat ik moet doen? Niet dat ik weet. Jesus Christ. Ik ben echt gewoon weer batterij aan het zoeken. Ik wist het dan alleen al nog geen meegenomen. Klik wat ik ben. Maar ja, daar zoals ik naar doorgegaan. Is daar zo nog iets? Ik zie niks, dus ik veronderstel van niet. Dus ja, we gaan maar eens op zoek naar Lifepod 2. Oeh, ik zie nog iets. Waar leid je naartoe, mijn vriend? Naar een kamertje. Waar je zelf nog niet geweest bent. Het is wel degelijk wat. Nu is door. Nu moet ik even maken dat ik buiten ben. Oké, fuck, hoe ben ik hier geraakt? Zo. Zo. Zo, nu weer in de lucht. Ja, ja, ik weet het. Dus we gaan dan zoeken achter Lifepod 2. En dan is het denk ik dat ik gedaan voor alle shit. Achter, blablabla. Bla, bla.
Christ. Hierdoor kon ik niks. Hierdoor. Is er niks. Hier ook niet. Hier is. Waar ik hier ook niet. Zo dan. Een domme deur, die kan ik dus niet krijgen. Deze deur kan ik niet openen. Wat geweldig is, maar oké. Okay. Hier is ook geen lood, dus we gaan maar eens door. We moeten volledig richting noord en dan richting west, tot we terug zijn bij met deze tegenkomen. En dat is dan... Eerst omhoog natuurlijk. Noord. Dat is richting daar. Het probleem is dat ik geen beetje mag tegenkomen. Omdat ik geen reapers of zo. Natuurlijk, dat zou werken. Kut zijn. Als ik reapers tegenkom, dan zoeken. Wow, we zijn er weer. Wel heel erg stom zijn. En even kijken. Ik hoor hem weer, de bitch. Ik wil hem niet horen. Ik heb die jongen niet graag, want die bitch. Nu nog eens thuis. Ja. Daar is de bar met die bis. Die beest die ziet. Nu zitten we in de grassy plateaus. Hier eens gaan kijken, misschien dat hier nog iets interessants is, dat kan, dat weet ik niet. We gaan eens even concluderen. En nu loopt het niet zo smooth als normaal. Beetje gek, maar oké. Jezus joh, we hebben lag. Een andere... Oh man! Kutzooi. In de andere video's hebben we dat geen enkele keer gehad. Nu hebben we ineens zoveel lag. Even eten en drinken. Oké, fuck it, we gaan door. Waarom lijkt mijn PC zo? Heb ik erom gevraagd? Nee. Pardon. Nu bij rack 2, dat is redelijk goed. Moet ik allemaal alweer zien. Dus moeten we zo. Daar kunnen we niks. En zo dan maar. Oké, en een arm van een exosuit. Oh yes. Ja. Ja, dat heb ik nodig gehad. Nog wat water. Wordt het beter. Nog wat supply crates. Oké, nog wat water. Oké. Scannen maar wat.
is dat? Een lasercutter, die heb ik al. Niet zo zeker. Ah, oh, nooit geweest, dat is niet een creative. Zover ik weet nog. Ben en shit. Oké, boeit niet. Hier is, zover ik zie niks meer. Ik ga maar terug. Wat is dat? Data. Nou, wat moet dat voorstellen? Als een link misschien, ik weet niet. Shit. Oké, ik ben de weg kwijt. Maar oh, daar is de weg. Fucking hell, nee, ik ben nog dood hier. Zo stik ik nog. Nee, al vol, maat, we gaan overleven, Nog op tijd genoeg. Oké, kap ermee, ik ga save en dan zo wel zien. Als het dan nog zo lijkt, ja, dan kap ik de video gewoon. En als het niet meer zo lijkt, is het goed. Een sign is niks, dus. Arctic. Mushroom Forest. Moet ik doorgaan. Mushroom Forest. Nee, die richting Noord. Hey! Ja, als je midden in een Nordka-opname, staf je letterlijk in het midden. Ja, echt waar. Dit is al de tweede keer dat ik deze video probeer op te nemen. Weet je waarom? Ik was aan het varen naar iets en wat gebeurt er, denk je? Nou, wat denk je dat er gebeurde terwijl ik vaarde? Xavier? Wat denk je dat er gebeurde terwijl ik vaarde? Mijn duikboot is ontploft. Omdat twee Mongolen mij aanvielen. Maar nu heb ik één probleem. Hoe weet ik nu waar ik ben? Ik zie die map wel maken. Ik zal eens kijken direct als een video gedaan is waar, hoe de server ervoor staat. Maar ja, ik ga verder zoeken. Rond de 20 minuten hou ik deze video. Dus dat is nog een 7 minuten zal ik doen voordat ik te kijken voor de server op te starten. Hè. Xavier. Ik ga nog eens 7 minuutjes doordoen en dan zal ik kijken voor de server op te starten. Hallo bug meneer, hoe is het? Wat? Xavier, jij bugt echt hard. Waarom? Ik ga even wachten. Oké, waar mag ik zijn? Dus... zijn we toevallig waar ik wil zijn? Oké, Xavier, fix uw internet eens even. Hoeveel zitten we? 100 pas. We hebben het gevonden, mensen! Denk ik. Okay, alle flying islands. Normaal niet. Normaal zijn we uit de flying islands. Nee, we zijn er.
We are here. Oké, mensen, dus dat is pittig goed. We hebben eindelijk gevonden wat ik zocht. Oké. Hier wat ik nu nog zoek is. Dat is een Ghost Leviathan. Wat doet die hier? Die mogen hier zelfs normaal niet komen. Hier, ik zie beter zo. Hey, wat ik nu zoek is die andere shit, die Lifepod 2. Dus, die zou hier ergens moeten zijn, man. Ik zie hem nergens nu. Ik weet niet of jullie hem ergens zien, maar ik zie hem niet. Opbokken. Die doen toch niet zoveel damage. En die zijn niet zo agressief als Reapers. En hoe is het met die Ghost Leviathan? Ja, zie, die is voetje. Maar waar zit ik nu? Zie je al dat? Dit is een unassigned gedeelte. Maar een unassigned. Ik weet bij God niet of ik nu juist zit, dus we moeten verder zoeken. Ik denk het wel, maar. Kans is klein. Anders moet ik zelf nog een beetje verder doorvaren, misschien dat ik het dan vind. Drie persoon, oké. Okay. Okay. Ik zie en hoor wat. Oh ja. Daar zit die Ghost Leviathan. Maar dat is volgens mij hier zo waar ik moet zijn, of niet? I don't know. En die Ghost Leviathan daar, maar die aanval is goed. Want normaal is mijn game glitched, is dat die hier zit. Ja, waar ben ik, als ik vragen mag? Oké, wat? Een paar minuutjes. Oké, we zitten dus wel niet erbij, maar ik vind het live. Daar is hem! Eindelijk! Dus ja, het zal niet meer lang duren. We zijn waar ik moet zijn. Daar is het, mensen. Ik zie de databox al. Yes! Ook echt op de rand van alles en dus. Eventjes rap gaan concluderen of ik hem kan vinden, of dat moet hem zijn. Yes, ik heb hem! City Wat doet die Ghost Leviathan vandaag, echt waar? Okay, good news. We're alive and we've stopped sinking. Bad. The oxygen's going to run out in 30 minutes and we're 500 meters down. What do we do? We'll have to use the remaining juice to send a distress call and build whatever gear we can. Then we find a way to the surface. Oké, mensen, nu gaan we terug naar mijn huisje, want ik moet mijn huisje, mijn huis. Maar ik heb eindelijk wat ik moest hebben. Dus dat is al goed en ja. Dus dat betekent dat we de video zelfs gaan afsluiten. En dat betekent dat Savé zijn zin krijgt, dan bijna op de server kan. En zit die ghost er nog altijd? Oké, die wat meeste damage doet is eigenlijk Fuji. Dus we weten ook al dat als we dat belletje binnenkrijgen, dat we ook niet moeten antwoorden. Dus dat is zeer, zeer goed.
Tering, joh, mijn Cyclops vloog. Zagen jullie dat? En oké, de Cyclops kan nu niet meer vliegen. Of de Atlas, zoals ik hem heb genoemd. Oké, daar is het Mon Island. Dus als we dat berichtje binnenkrijgen, hoeven we ook niet meer te antwoorden. Xavier, reken zo een anderhalve minuut voordat ik de server op kan starten. Wie is weg? Hallo? Xavier? Hey. Wacht je weg? Ja. Bug is ietsje minder. Reken zo'n dikke minuut en dan kan ik de server opzetten. Wat? Een dikke minuut en dan kan ik de server opzetten. Oké, zijn er bijna. Daar is de live pod, dat is goed. Oké, ik kan de base gaan zoeken. Die kan al uit. Mijn map. Wat zit jij nu momenteel, Xavier? Minecraft. Xavier. Wat? Zit je al op Minecraft of wel? Ja, Minecraft. Dat is goed. Ik ben. Maar welke van dit? Wat? Wil je de normale of wil je de YouTube? Een normale. YouTube even niet opnemen. Oh. Oké. Motor gaat uit. Oké, nu gaan we even kijken voor mijn spullen. Als ik die allemaal kan meepakken tegelijk. Oké, dus we zijn alweer een hele stap vooruit. Dat is heel erg goed. Eten. Oké, dat is goed. Nu gaan we terug. Jezus. Ah ja, ik heb dat water nog. Waarom staat mijn bron zo half? Ook een beestje doodgevaren. Maar ja, boeien. Who cares? Oké, nu gaan we eventjes bam. Bam. Oké, nu hebben we genoeg. Nee, ik wil erin. Zo. Oké, we gaan deze. Oké, dat is goed. De C-mod zit er nog. We zijn de Seamoth en de Cyclops als kwijt geraakt. Oké, okay, maar dit is dan de 11e video, denk ik. Klopt. Oké. Okay. Even dus ons vol floppen. Dan ga ik mijn spullen opruimen, dan kan ik komen, Xavier. Oké, dus we hebben eigenlijk nog niet gedaan wat ik wou doen, jongens en meisjes. Ik wou natuurlijk, als jullie de vorige video hebben gezien, die nog niet online staat. Ja. Wat ik wou doen is dan die zorgen dat ik koper en zo had, zodat ik alle upgrades kon kopen. Maar dat is er voorlopig nu niet van gekomen, omdat ik niet deed dat. Maar we gaan wel al eens kijken wat het mij kost. Eerst deze wegklikken. Maar wat de fuck moet dat zijn? Maar ja, we gaan bij de blueprints even concluderen. Dan moet ik met de cordes maken, benzine en fiber.
Hier. MKG. Cyclops. Plasteel, ingot en 3 rubies. Die kan ik niet maken. Of wel? Jawel. Oké, plasteel, ingot is titanium, 2 lithium en 3 ruby dan nog. Oké, dan gaan we deze naar rap nog maken. En dan, ja, dan zit erop dat we die upgrade op deze al hebben. Ja, Savé kan maar wachten en wachten. Ja, sorry Savé, maar ja, alles voor de video, hè. Of niet? Oh ja, die shit dan nog. Polyline, hoe maak je dat? Oh, dat is niet zo moeilijk te maken. Oké, hier nog Rabin de Cyclops. Bam. Hoeveel power heeft hij momenteel? Dat weet ik niet. Oké. Ja, daarvoor moet ik zijn. En dan hebben we de MKG1 er al op. Even kijken welke blueprinten we nog hebben. We hebben nog de nuclear reactor. Oké. Nu kunnen we 900 meter diep. Dat is goed. Eventjes onze base. Maar ja, mensen. Vonden jullie dit een toffe video? Dan mogen jullie dat absoluut belonen met een duimpje omhoog. Wil je meer? Laat dan een like achter. En ja, rip de seam af nog altijd. Maar ja, dan zou ik zeggen. Doei en tot de volgende keer. Dikke, vette, peace.